ben Mark Verkleef van Clevet Koeienpraktijk. Ik ben onafhankelijk dierenarts, wat betekent dat ik geen medicijnen verkoop, alleen advieswerk doe. Daarmee probeer ik dingen in de basis op te lossen en niet alleen, puur alleen noodoplossingen en medicijnen te verkopen. We zijn hier op het bedrijf van Rob van Hees in Schijndel. Rob melkt ongeveer 200 koeien met 3 ledenrobots. En daar hangt sinds 2 jaar hangt daar het systeem van Topkoe. Met een goede ventilatie zorg je ervoor dat de koe zijn hitte kwijt kan op de plek waar er geventileerd wordt. Dat is bij dit systeem erg belangrijk, dat de lucht rond de koe geventileerd wordt. Daarnaast zorg je ervoor om juist de lichtboxen te ventileren, dat die koe gaat liggen. Dat is namelijk het belangrijkste voor de koe om te gaan liggen, zodat zijn klauwen ontlast worden en hij blijft herkauwen in de lichtboxen. Als derde, wat niet onbelangrijk is, is dat de boxinhoud ook nog steeds gedroogd wordt door het ventileren. En hoe droger de boxinhoud is, hoe minder kans op mastitis. Ervaring leert dat door het goed instellen van de lamellen, en dan vooral de onderste lamel van de ventilator, op 30 graden, dat daardoor de boxinhoud gewoon op zijn plek blijft liggen en niet door de stal gewaaid wordt. Dus bij een goede instelling is dat geen enkel probleem. Ervaring is hier, zoals ik het ondervonden heb, is dat Topkoel dat na installatie ook goed begeleidt en net zo lang terugkomt totdat het allemaal goed ingesteld is. Dit bedrijf wordt de ventilators aangestuurd door middel van een TAI. Dat betekent dat er zowel rekening wordt gehouden met de luchtvochtigheid en de temperatuur. En dat wordt allemaal automatisch gereeld. Ik ben daar een groot voorstander van, want dat betekent dat het vaak eerder gaat draaien als dat mensen het zelf handmatig zouden moeten doen. Je merkt vaak op dagen waarop het niet zo warm is, maar wel de luchtvochtigheid groot is, dat ze al beginnen te draaien en daardoor toch de stal al begint te drogen. Aan de andere kant is het ook wel gunstig dat ze ook weer op tijd gaan stoppen. Vroeger had je vaak mensen die handmatig de kasten regelden en dan veel te lang doordraaiden op koude nachten. Het instellen gaat vrij makkelijk via een app. Dat kan ook dus elke dag naar wens veranderd worden. Maar als het eenmaal goed werkt, dan loopt alles vanzelf en dan hoef je daar niks aan te doen. Het belangrijkste hiervan, van dit systeem, is dat de koeien, dat alles erop gericht is dat de koeien zoveel mogelijk tijd in de lichtboxen liggen. Bij andere systemen zie je vaak dat er vooral aandacht is aan het voerrek. Wat uit onderzoek naar voren komt, is dat bij hittestress eigenlijk vooral de lichttijd verkort wordt. Nou, daar wordt in dit systeem veel rekening mee gehouden. Dit is het tweede jaar dat hij daarmee werkt. In die tijd is de productie gestegen, wat misschien ook wel door andere factoren zal komen. Wat hem in ieder geval opvalt, is dat in de zomer de melkproductie nauwelijks daalt, of eigenlijk niet daalt. En daarnaast heeft hij eigenlijk geen noemenswaardige problemen qua celgetal of mastitis. Dus hij is er zeer tevreden over.